Als jongste van een groot gezin, zo viel Louis de wereld in, als Aloysius van Gaal. Dat het gezin een elftal was, dat kwam hem later goed van pas, het begin van een succesverhaal. Louis, ja, wat je van hem vindt, of je hem haat of juist bemint, is geen karakter voor het midden. Getroffen door het lot, kreeg het toen aan de stok met God en besloot nooit meer te bidden. Louis, jij man van veel gezichten, jij mag bij hoge bomen staan. Met hem weg, maar met de pers ging het soms mis. Dan barstte plotseling de bom. Ben ik zo slim of jij zo dom? Terwijl hij heel gevoelig is. Nooit grijs, maar altijd wit of zwart. Soms was hij lief, soms leek hij hard. Om zijn gelijk maar te bewijzen. Dat hoef je toch niet meer te doen. Want je gaat bijna met pensioen, maak met Truus mooie reizen. Oh, oh Louis, jij man van veel gezichten. Jij mag bij hoge bomen staan. Hoewel de wind zich op jou richt. Lieve Gaal, dames en heren, dank u wel voor de gast.